liefde is het mooiste dat er is. Totdat het fout gaat en je op zoek moet naar een advocaat. Kijk, dit is er zo één die het vuurtje opstoot en daarmee zijn zakken vult. Ikzelf houd liever een beetje beschaafd. Hoi. Zij blijkt dus de secretaresse te zijn van Wim Boeker. Mag ik jou een voorstel doen? Of ik daar eens wil komen praten? Ik wil hier komen werken op 1 voorwaarde. Ik wil je partner worden. Powervrouw! Oh. Mag ik u doorverwijzen naar de naastgelegen wc? Nee, dat is bezet. Volgens mij zijn wij totaal op de verkeerde voet begonnen, jij en ik. We komen elkaar vast niet zo vaak tegen. Het is een groot kantoor. Gijs, ik zit daar. Godverdomme klotzak. Is dit waar het juridisch toptalent zich hiermee bezighoudt? Het kan ook anders. Het is vast een lulverhaal hoor, maar dat Boeker haar zijn plek in de maatschap heeft beloofd. Dat is mijn plek. Mannen willen allemaal hetzelfde. Ja, seks. Bewondering. Als iemand hem kan overhalen, dan ben jij het. Jij bent een matige actrice. Jij bent een matige advocaat. Kijk, daar ben je. Zo ken ik je weer. En ondertussen wind je hem om je vinger. En dan als hij zijn broek laat zakken. Kan ook. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Ik snap geen reet van die vrouw. Hè? Wil ze me nou wel, wil ze me nou niet? And I'll be gone by the morning. Yeah, I'll be singing a brand new song. Sometimes this life. Zie je dat stelletje daar? Een leven lang samen en elke dag nog zielsgelukkig. Dat is gewenning, liefde. Ze zitten dus echt de hele tijd aan elkaar, hè? Dat doe je toch niet als je zo oud bent? Dat is echt goor!